Nou, we zijn begonnen in Utrecht, aan de keukentafel. Dat was nog op de Kroezelaan. We zijn al meerdere malen verhuisd, want we zijn in de afgelopen jaren flink gegroeid. In eerste instantie dus Kroezelaan. Daarna zijn we in een bedrijfscentrum gevestigd. En dat was Cube op de Oude Noord. Daar groeiden we binnen 2 jaar uit. Toen zijn we verhuisd naar de Witte Vrouw Singel. Ook daar groeiden we binnen 2 jaar uit. Toen naar de Keizerstraat, dat is hier vlak achter zijstraatje van de Nobelstraat. Ook daar groeiden we weer binnen 2 jaar uit. En nu hebben we een nieuw groot onderkomen gevonden op het Janskerkhof. We zitten hier net een week. Een week geleden zijn we verhuisd naar dit prachtige pand. We zitten in een voormalig woning aan het Janskerkhof nummer 16. Dit is een pand wat gebouwd is in 1662, tussen 1662 en 1665. En sindsdien heeft hier de familie Martens gewoond, althans tot 1972. En daarna heb ik begrepen dat het pand in beheer is geweest van de universiteit. Onlangs is het compleet gerenoveerd door de vereniging Hendrik de Keizer. Zij beheren meer dan 400 panden in Nederland en hebben het teruggebracht naar de originele staat. We staan nu in een van de kamers die teruggebracht is naar de oude staat met originele wandbespanning en een waanzinnig mooie schouw. Het schilderij, het origineel, dat hangt hier in het Centraal Museum in Utrecht. En het gaat over het meisje met de mand en de rotte appel. We zijn een full-service reclame- en internetbureau. Enerzijds realiseren wij campagnes, reclamecampagnes. En anderzijds realiseren wij websites, portals en ook mobiele websites en applicaties, mobiele applicaties, apps. Het voordeel is dat een opdrachtgever heeft 1 aanspreekpunt. Ze kunnen ons benaderen voor een complete campagne. En dat betekent dus dat wij een select team samenstellen om daarmee die klant te helpen met hun communicatievraagstuk. Ja, we zijn inmiddels met 40 man en groeien hard door. We hebben inmiddels ook nog 7 vacatures openstaan. Er zijn een hele hoop ontwikkelingen. De 2 belangrijkste stromen die wij momenteel zien is de ontwikkeling van mobile. Vandaar dat wij ook een heel mobile team ingericht hebben. Mobile gaat een heel belangrijke rol spelen in het dagelijks leven van de consument. Wij noemen die consument tegenwoordig de always connected consumer. Want ze zijn te alle tijden zijn ze bereikbaar en dan ook eens op het middel waarop zij dat belangrijk vinden. Die consument heeft de telefoon bij zich op het moment dat ze de winkel ingaan. En wat wij ook zien is de opkomst van e-commerce, oftewel webshops, maar ook mobile e-commerce. En dat betekent dat die consument dus in de winkel per direct het product kan aanschaffen via zijn mobiele telefoon. Dat gaat voor een enorme verandering zorgen in het straatbeeld. Denk ook het Utrechtse straatbeeld. Want winkels zullen het zwaarder gaan krijgen omdat zij concurrentie gaan ondervinden van webshops. En dat gaat betekenen dat er dus een aantal winkels zullen gaan verdwijnen uit het centrum. En dat we zullen overgaan naar meer de belevingswinkels. Apple heeft nu echt van die experience winkels geïntroduceerd in plaats van puur verkoop. Een gedeelte van de verkoop, en dat zie je nu bij sommige winkels al op 50% liggen, dat 50% van de omzet ligt dus op online. Er liggen enorm veel kansen voor winkels. Met name als jij je propositie dus goed neerzet, waarbij je dus enerzijds een beleving neerzet in de winkel en daar full service die klant bedient. En dan vervolgens die klant de mogelijkheid geeft om direct via de mobiele telefoon de aanschaf te doen. Dan wordt het binnen 2 dagen thuisbezorgd. Dan hoef je als consument dus niet meer met zware tassen door de stad heen te lopen. Dat wordt gewoon voor je geregeld. Dus daar liggen enorm veel kansen. En als je als retailer daar niet op inspringt, dan kan je het binnen de komende jaren toch wel eens heel zwaar krijgen.